Hallo allemaal, ik heb hier nog een ingezonden brief. Een brief die is gestuurd aan de gemeenteraad van Apeldoorn. En het gaat over de energietransitie. En deze wilde ik heel graag met jullie delen. Hij kwam ook, werd ook gepubliceerd via Res in Beeld, resinbeeld.nl. En deze brief is heel interessant. Heel veel interessante argumenten over de energietransitie. Geschreven door ingenieur Huub van Roosmalen. En wat ik ga doen? Ik zet de link van het briefje, die zet ik in de omschrijving. Dan kan je hem zelf lezen en dan hoef je op zich de video ook niet meer verder te kijken. Maar ik ga de brief gewoon ook even voorlezen voor de mensen die geen zin hebben om zelf te lezen. Bij deze service, de voorleesservice. En ja, deze brief ja, is heel interessant. En wat je ook dus kan doen als je zelf ermee bezig bent en je bent zelf actief. Om te zorgen dat de energietransitie niet uitmondt in allerlei energieindustrie om je heen. Nou, dan kan je dus onderdelen van deze brief inhoudelijk, kan je die ook gebruiken voor jouw informatie of voor jouw brief, zeg maar. Dus weet je, je hoeft niet alles opnieuw te bedenken. Er is heel veel informatie beschikbaar en dit is één van. Dus we gaan beginnen. Even kijken, Apeldoorn, 2 juli 2020. Geachte leden van de gemeenteraad. Onlangs heb ik de concept regionale energiestrategie, RES, van maart 2020 gelezen voor de Cleantech regio, waar Apeldoorn deel van uitmaakt. Mijn conclusie is dat hier een heilloze weg ingeslagen wordt. Er zijn namelijk grote ongerijmdheden in de totstandkoming van de RES en de inhoud ervan. Ik constateer de volgende zaken. Niet limitatief. Punt 1. De RES beantwoordt geheel niet aan het doel waarvoor zij geschreven is. Het doel van de RES is uiteindelijk om middels beperking van CO2-uitstoot stijging van de wereldtemperatuur tegen te gaan. In juli 2017 heeft het kabinet bij monde van minister Dijksma gezegd dat het resultaat van het klimaatbeleid zodanig klein is dat deze niet te meten zal zijn. Zie bijlage. Laat het even goed tot u doordringen. De overheid geeft met de RES vorm aan een beleid waar ze 4 jaar geleden al aantoonbaar wist dat deze geen enkel praktisch effect zou hebben. Punt 2. De burger heeft geen enkele invloed van betekenis op het gevoerde beleid. In de totstandkoming van de klimaatwet, de klimaattafels en het klimaatakkoord die daarop volgde en in de vormgeving van de RES heeft de burger geen enkele invloed van betekenis gehad. Tekenend is dat in de lijst van 30 stakeholders op pagina 45 van de concept RES de burger niet eens genoemd wordt. Ook tekenend is het citaat op pagina 10 over de enquête die gehouden is. In de enquête ging het niet over de vraag of inwoners zonne- en windenergie willen. En nee, anders dan de tekst zegt, is die vraag is niet beantwoord uit de opgaven van het klimaatakkoord omdat de burgers daar geen partij in waren. Ondertussen mogen de burgers wel dit beleid financieren. Punt 3. De financiële paragraaf ontbreekt volledig. In de concept RES wordt slechts zijdelings een onderdeel van de kosten genoemd, namelijk een stukje verzwaring van het elektriciteitsnet. Voor de rest ontbreekt de analyse van de kosten en de baten volledig. Het is letterlijk alsof geld geen rol speelt in de RES. Punt 4. Zonne- en windenergie kunnen onmogelijk bestaande thermische energie vervangen. In de media is hier al genoeg op gewezen. Juist in die omstandigheden dat er geen wind en zon voorhanden is, is er vaak behoefte aan meer energie. Ik heb hier de voorzitter van de Cleantech regio op aangesproken en als antwoord kreeg ik: in de uitwerking van de klimaatdoelen in de RES wordt uitgegaan van technieken voor duurzame energie die nu beschikbaar zijn. Dit vanuit de gedachte dat we niet kunnen wachten tot er betere technieken beschikbaar zijn. Waarom nu geld uitgeven aan technieken die nooit zullen kunnen voldoen? Dit slaat nergens op. Uit het bovenstaande is het evident dat dit beleid ondoelmatig, ondemocratisch en letterlijk budgetair onverantwoord is. Het enige waarover meegepraat mag worden is of we windmolens of zonneparken zouden willen. En zelfs die afweging kan niet gemaakt worden, want niemand vertelt hoeveel welk alternatief kost. Dit nog los van de investeringen die huiseigenaren zullen moeten doen wanneer zij gedwongen worden van het gas af te gaan. Tienduizenden euro's kosten per woning zullen geen uitzondering zijn. 72% van de panden in Apeldoorn is voor 1990 gebouwd en het merendeel van de huiseigenaren zal hiermee te maken krijgen. Als kers op de taart heeft de RES de ambitie de regio al in 2030 in plaats van 2050 CO2 neutraal te maken. Een factor 3 sneller dan nodig wordt geacht.
Vanwaar deze haast? Dit betekent ook dat de kosten 3 keer zo snel opgehoest moeten worden. Het lijkt wel of de beleidsmakers zo snel mogelijk het publiek voor een voldongen feit willen stellen, zodat bijsturen bemoeilijkt wordt. Dit is een patroon dat telkens terugkeert in dit dossier. Als gemeenteraad roep ik u op tegen dit beleid in het geweer te komen en de conceptres af te keuren. Mocht u desondanks in goed geweten toch een goedkeuring aan de res willen verlenen, dan zult u elk van de bovenstaande 4 constateringen voor uzelf moeten kunnen weerleggen. Mocht u behoefte hebben aan een nadere toelichting, dan ben ik bereid deze te geven, zowel individueel als plenair. Ik wens u veel wijsheid toe in de behandeling van deze kwestie. Hoogachtend ingenieur H. van Roosmalen. Nou, dat is dus de brief. Er zijn interessante punten in en argumenten. Wat vond je er zelf van? Laat het weten in de comments. Zie je volgende keer weer in de volgende video.